We zijn te gast bij kinderboerderij De Hertenkamp. Het is de jaarlijkse geboortegolf en het is ook nog eens prachtig lenteweer. Chantal, twee kerstverse lammetjes heb je bij je. Twee van een drieling, klopt. Ja. Daarnaast hebben we nog twee eenlingen en nog meer op komst. De jaarlijkse geboortegolf. Er is een speciaal rooster gemaakt, hè? Begrijp ik, dag en nacht, om ze te helpen bij de geboortes. Dat doen we elk jaar. De vrijwilligers die gaan 's avonds waken. Even kijken of alles nog in orde is, of dat er hulp nodig is. En 's nachts gaan we eruit, vaste collega's. En dan gaan we ook nog een kijkje nemen. Is alles goed gegaan bij de geboortes? Moeders helemaal en kinderen maken het goed? Ja, alles is helemaal naar wens verlopen. Nu nog de schaapjes, want de geit hebben we nu allemaal gehad. Nu las ik in een persbericht dat jullie een beetje waarschuwen dat mensen niet in de buurt moeten komen. Ze moeten in afzondering nog blijven. Waarom is dat? De geitjes en de schaapjes die moeten lammeren, die hebben wij afgezonderd. En wel zo dat de mensen ze toch kunnen zien. Mensen mogen alleen niet in aanraking komen met het geboortemateriaal vanwege de Q-koorts. Dat is dan vooral voor kleine kinderen, oudere mensen, mensen die zwanger zijn. Dus die willen we graag beschermen. Dus niet zozeer voor de dieren. Maar op deze manier kunnen mensen toch de lammetjes komen bewonderen. Dus allemaal heel erg welkom.